Het is vandaag vrijdag 24 februari. Een bijzondere dag, want het is een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. En ook in Voorburg is er aandacht aan besteed. De oude kerk is speciaal verlicht in de kleuren van Oekraïne. En er is een carillonconcert en een ander concert waarbij ook mensen uit Oekraïne zijn uitgenodigd. En vanuit Voorburg is het initiatief ook nog verder gegaan in het land en zelfs internationaal. Annette Weijermars is een van de initiatiefneemsters van deze bijzondere avond. Annette, hoe is dit idee ontstaan? Samen met Gerda Peters, de bijadier, de stadsbijadier van Voorburg, hadden we het idee. Eerst was er een ander idee met koren, maar dat gaan we alsnog doen in augustus. Maar de bijadiers doen al heel veel voor vrede. Klokken en vrede hebben iets met elkaar te maken, want als het oorlog is, worden klokken vaak omgesmolten tot wapens. Dus als je ze kan horen, betekent eigenlijk dat er vrede is. Dus dat is heel mooi. En het initiatief dat ging ook heel snel door de rest van het land, zelfs over de grenzen heen. Ja, dat is het mooie van muzici en van Rotary, want die hebben hele sterke lokale verbindingen, maar ook heel mooie internationale verbindingen. En dan krijg je dat dubbel op, zeg maar. Het is vanavond ook een mooie avond waarin muziek centraal staat, maar ook ontmoeting van mensen uit Oekraïne en de mensen hier uit onze gemeente. Ja, het is verbinding. En ik heb een keer gehoord dat het antwoord op oorlog beschaving is. Ik ga nog iets verder. Ik zeg dat het liefde is. Maar veel mensen zijn een beetje bang voor het L-woord, zeg maar. Compassie, solidariteit en cultuur en muziek zijn de uitgelezen manieren om dat te kunnen tonen. Dus ik denk dat dat het antwoord op oorlog is. Ja, hoe vindt u dit initiatief van vanavond? Bijzonder. Ik vind het vooral bijzonder dat het in heel Nederland plaatsvindt. Dat er meer dan 70 gemeentes deze herdenking op deze manier van het bespelen van het carillon en verlichting en blauw-geel gaat plaatsvinden. Ja, en ook zelfs internationaal hebben we vernomen. In Duitsland, zoiets, Polen, tot in Oekraïne toe. Tot in Oekraïne toe. Nou, helemaal geweldig. Dus dat betekent dat toch dat we een vorm van united standpunt hebben met elkaar dat we dit eigenlijk niet moeten willen in de wereld en ook niet moeten toelaten. Hello, what's your name? Hello, my name is Delia. And how long do you live here in the Netherlands? I've been here for almost 1 year, exactly 10 months. And how do you like it here? Yes, I love it so much. People are super friendly and they always help us from the beginning I came here until the end, they're always helping us. So it's really nice. Today the war is 1 year. How is that for you? It's so hard to relieve this pain, but now I'm so happy that so many people help us and we become stronger and they support us and brings so much energy to continue and to fight for what is right for us. So it just makes our hearts warm and at the same time that we have this chance to continue and we will not give up. Hello, my name is Irina. And you live in a building in Overgo. How is that? I live in Netherlands 10 months. Two. I live in a big building. There are 200 Ukrainian people. Mevrouw, wat brengt u naar deze avond? Ik vind het heel belangrijk iets te doen voor de mensen uit de Oekraïne. Wij hopen alle dat de oorlog snel weer over is. Ik kan het niet zo goed zeggen, omdat ik Duits ben. Ja, want hoe bent u vanuit Duitsland hier naartoe gekomen? Ik ben sinds 15 jaar hier. Ik ben getrouwd met een Nederlander en kom oorspronkelijk uit Berlijn. De oorlog met Oekraïne is eigenlijk nu een jaar bezig, maar eigenlijk al veel langer in Oost-Oekraïne. Hoe beleeft u deze dag? Nou, deze dag is natuurlijk een dag een jaar later, maar het is wel een dag na een jaar dat we met z'n allen huiverwekkende beelden zien, horen, podcasts luisteren. Dagelijks maken wij wel mee wat er gebeurt. We hebben natuurlijk nu met de Rotary hier een groep van 200 Oekraïners waar we heel veel contact mee hebben. Die hier, allemaal vrouwen, vooral vrouwen. Er zitten maar 5 mannen geloof ik bij. Dus we voelen ons wel heel erg betrokken bij hen. Dus dit is gewoon een grote tragedie. Het blijft een grote tragedie.
mevrouw bent helemaal speciaal in de kleding van Oekraïne vanavond. Nou, in de kleuren van Oekraïne, ja. Ja, toevallig had ik dit in de kast hangen. Dus dat dacht ik, vond het wel passend om dat vanavond even aan te doen. Ja. Hoe heeft u deze avond beleefd? Nou, ik vond het wel heel erg mooi. Ik bedoel, het is heel... er waren ook van die Oekraïense liederen bij die me best wel aangrepen. En zo, omdat je dan toch wel denkt van, oh ja, deze mensen zijn dus ook allemaal gevlucht uit Oekraïne. En daar is een land in oorlog met alleen maar ellende, ellende. Dus ja, ik vind het wel heel mooi. En ik vind van trouwens, ik weet niet of u het, maar buiten ook de kerk prachtig verlicht. Vond ik ook heel mooi. Vind ik een mooi initiatief van Annette. Heel leuk. Hein, had je verwacht dat deze avond zo zou verlopen? Ja, dat klinkt misschien een beetje banaal, maar totaal niet. Want ik dacht, hoe gaan mensen nou weten dat dit er is? Dat is landelijk heel bekend, maar hoe krijg je het hier nou bekend? En het is hartstikke vol hier. Hartverwarmend, superleuk. En er is ook de nodige publiciteit omheen geweest, zelfs vanmorgen ook op NPO Radio 1. NPO Radio 1, nu.nl. Helaas kwam het niet al het nieuws helemaal goed over. En we willen natuurlijk de boodschap uitdragen dat we voor vrede gaan. En dat we natuurlijk willen helpen om Oekraïners die nu nog wat nodig hebben. Verwarming, een kleine generator, hè, dat we die nog sponsoren. Dus we hopen dat mensen toch nog steeds zich hierdoor aangesproken voelen. Behalve de muziek is het ook een mooie avond van ontmoeting. Ja, het was ook mooi om te zien dat de Oekraïnse vluchtelingen die hier waren natuurlijk eerst toch even ingetogen en misschien wel verdrietig waren. Dat je het echt kon zien. En later op de avond toch ook nog even konden genieten van hele mooie muziek, waaronder ook Oekraïnse muziek. Dat was echt mooi om te zien.